Ja, lieve vrienden, het loopt tegen 2:30 aan. Het is 2:15. Dat gaat om 2:30 dus beginnen. Er zijn al meerdere mensen met camera's en hele grote microfoons. Ja, ja, hele grote. En ook nog windbeschermend, ook dat nog. Ja. Maar ja, oké, dat zal allemaal televisie, et cetera, zijn. Dus het zal ook wel op televisie komen. Zowel op de lokale, misschien ook op SBS's. Wie weet, ik weet het niet. Weet wel dat dit op YouTube komt. Maar als ik spullen moet hebben, haal ik ze bij hem. Dus daar ligt het wel. Ik ben er nog eens een keer voor mezelf geprobeerd te halen, dat was ook niks. En toen, op het laatste jaar dat ik moest werken, deze spullen ben ik niet meer bereikbaar. En dat is met die pas die daar leraar heel goed vindt. 4 jaar ben je toch 4 of 5 jaar mee geweest. Noord-Holland. Dus Celluloid Heroes is een fantastisch nummer. Ja, hartstikke. Dus gelijk het Bastaps opgezocht op internet. Oh ja? Oh, kan je ook in, ja, dat kan je zo vinden, hè? Ja, dat kan je zo vinden. En dan gelijk even proberen te spelen. Dat is wel aardig, hoor. Ja, ik heb paniek. Ja, dat blijf je houden. Dat, zeggen. Nee, maar normaal gesproken. Maar hoe doen jullie dat? Om een schuil in een interview? Niet. Ben je bang van? Nee. Oh. Dan gewoon dolgraag in interviewen. Dolgraag. Ik heb zoveel vragen nou. Echt. Leuk brief schrijven, die wordt de kant op. Daar krijg ik geen antwoord op. Echt niet. En ik weet dat wel waar die woont. Ik heb het huisnummer, weet ik heel erg niet. Het is warmer dan ik verwacht had. Een rug. Aan de zijkant.
belangrijk. Anders step ik niet om. Amazing woman. Van mijn man gehad. Beste maar die mensen. Is er niet meer. Even uw aandacht. Het grote moment gaat gebeuren. Onder ons, achter mij, de wonder. Heel veel besproken. Geliefd en verhuisd inmiddels. Was het betaamd in met een kunstwerk. En hij gaat onthuld worden, want een van de mooiste de maritieme geschiedenis waar het naar verhaal. Dat gaat hij zo meteen kennis nemen aan de kunst aflezen. En wij hebben acht jutters van het jaar hebben wij bereid kunnen vinden om de onthulling te gaan doen. Als u nog een ijsje wil, ik denk niet met z'n allen, maar kunt zou ik u aanraden. Ik hoop dat je genoeg hebt, want het is natuurlijk fantastisch. Ontzettend fijn dat u er allemaal bent, dat het belangstelling heeft. Ze zijn allemaal heel erg zenuwachtig achter mij. Maar het moet gaan gebeuren. Dus ik ga nu verzoeken om de jutters te gaan onthullen. Ja, ga voor me staan. Ik heb mijn stof toch niet. Het wel gezegend. Echt wel. Ik vind er geen reet aan. Nee. En wie heeft er een sluittol in de aanbieding? Dan kunnen we hem weghalen. Dat was dus Astrid. Ja, nou, dan blijft er allemaal op staan. Ja, denk je dat ik het eruit haal? Echt niet? Ja. Kom maar op met je sluittol. Dan wordt hij weggehaald. Ja. Net zoals dat mannetje gisteren zei, van was hij maar van hout geweest. Wat peuteroliën eroverheen. Vlammetje erin. Nou, dan had je gelijk een vuurtje gehad in de helder. Ja. Het is toch om te huilen hoe afschuwelijk zoiets is. Dat ze dit onze stad
aandoen. Er zijn meer mensen die het lelijk vinden dan mooi. Ja, dat is Enig op de... We zijn er ook nog mensen die een stalen ketting over hebben. Kunnen ze dat erbij hangen? Ook dat kan, ja. Ja. Nee, dat kan allemaal. Maar ja, we kennen er niet eens niet doorheen, want het is een volle bak hier. Ja. Ja, nou, ik zal afsluiten, lieve vrienden. En ik doe de GoPro alweer aan. Tot straks.